opvoeding anders? Laten we eens kijken naar hoe opvoeding in de loop der eeuwen is veranderd. Het uitgebreide gezin, ongeveer van 1500 tot 1750. Het uitgebreide gezin bestaat niet alleen uit man en vrouw en de kinderen, maar ook familie zoals opa, oma en andere familieleden zelfs, zoals tantes, ooms. Er wonen in ieder geval veel mensen in één huis en je hebt weinig privacy. Man en vrouw werken meestal allebei thuis. Vaak bewerken ze hun eigen stukje land voor hun eigen eten. Kinderen werken ook. Kinderen worden eigenlijk gezien als jongvolwassenen en worden geacht op jonge leeftijd deel te nemen aan de samenleving. Na 1750 tot ongeveer 1960 verandert het. Je ziet dan de opkomst van het kerngezin. Door de industriële revolutie wordt vader langzaamaan alleen de kostwinner. De vrouw gaat het huishouden doen. Het kerngezin bestaat dus uit vader, moeder en de kinderen. Opa en oma blijven zelfstandig wonen of, zoals we later zien gebeuren, ze gaan in een bejaardentehuis wonen. Na 1960 verandert de opvoeding nog verder. De welvaart blijft stijgen in Nederland en we gaan steeds langer naar school. Kinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen, waardoor ze betere banen kunnen krijgen. De opvoeding wordt minder autoritair. En een belangrijke trend is dat steeds meer vrouwen weer gaan werken. Je ziet dan ook de opkomst van kinderopvang. Dat was opvoeding door de tijd heen. Maar hoe zit het met opvoeding op andere plaatsen? Nou, opvoeding is eigenlijk overal anders. Laten we de wereldkaart er eens bij pakken. Welke opvoeding je krijgt, ligt voor een groot deel in welke cultuur je opgroeit. Je kunt grofweg de wereld verdelen in een aantal culturen. Zo heb je de westerse cultuur, waar Nederland bijvoorbeeld bij hoort, en de Verenigde Staten. Je hebt de islamitische cultuur, de Chinese cultuur, de Russische cultuur, Afrikaanse cultuur en Zuid-Amerikaans. Al deze culturen leren verschillende waarden en normen aan in de opvoeding. Zo is binnen het westerse gebeuren de ik heel belangrijk. Als je zelf gelukkig bent, dan kun je anderen ook gelukkig maken, terwijl in de islamitische cultuur de familie weer veel belangrijker is. Culturen verschillen niet alleen in wat je leert en waarden en normen, maar natuurlijk bijvoorbeeld ook in wat je eet. Zo zijn de eetgewoontes in China weer heel anders als die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Ook geloof is iets wat je aangeleerd krijgt door cultuur. Zo zul je in de islamitische cultuur natuurlijk als geloof de islam aanleren, terwijl bijvoorbeeld in Zuid-Amerika de kans groter is dat je katholiek zult zijn.